23 maart 1999 in het revisiebedrijf Tilburg. Rechts wordt gewerkt aan XNS 1215 en 1218. De laatste is hier al in de paarsblauwe ACTS-kleur gespoten. ACTS staat voor Afzet Container Transport Service en is als onderneming vooral bekend geworden door het gecombineerde railweg-containersysteem, waarmee al jaren huisvuil naar onder andere Wijster wordt vervoerd. Aanvankelijk gestart met het goederenvervoer tussen Groningen en Wijster, heeft ACTS ook de containerdienst tussen Rotterdam-Maasvlakte en Waalhaven naar Veendam en Leeuwarden van NS Cargo overgenomen. Voor de langere trajecten onder de draad van Kijfhoek naar Onne en Leeuwarden wordt door ACTS gebruik gemaakt van voorlopig 3 en later 4 XNS E-loks van de serie 1200, die ACTS na langdurige onderhandelingen van NS Cargo heeft kunnen overnemen. De loks stonden in juli 1998 al bij de sloper in Amsterdam en veel onderdelen waren al verwijderd. Een aantal kon van de sloop gered worden, waarna ze in oktober 1998 via het spoor werden teruggebracht naar het revisiebedrijf in Tilburg. Toen uiteindelijk in 1998 de koop rond was, kon men in Tilburg aan de gang. Door het ontbreken van belangrijke onderdelen bleek dit niet eenvoudig. De lok heeft door deze uitvoering weer een typisch Amerikaans uiterlijk gekregen en zal zo voor de containertreinen het Nederlands spoorwegnet zeker verlevendigen. Ook de meterpanelen en de ATB-installatie moesten opnieuw bekabeld worden. Een geluk was dat de oude handleidingen en schema's nog aanwezig waren. Dankzij het grote vakmanschap en de jarenlange ervaring van de medewerkers van het RTB konden de loks, ondanks de vele vernielingen, weer rijvaardig gemaakt worden. Buiten op het terrein van het RTB staat de 1225 in afwachting van zijn eerste proefritje. Eerst nog even wachten op de aankomst en vertrek van het zogenaamde Sternet. Het vervoer van onderdelen tussen de werkplaatsen van NS. Dat wordt uitgevoerd met een vroegere motorpost. Voorzichtig legt de 1225 na lange stilstand weer de eerste meters op eigen kracht af. Pluklok 1208. Zo zagen de andere loks er ook uit toen ze terugkwamen van de sloper in Amsterdam. Door de liefhebbers van allerlei onderdelen ontdaan. Ook lok 1201 staat hier. Deze is niet van ACTS, maar van het Nederlands Spoorwegmuseum. En dient als pluklok voor de onderdelenvoorziening van de in origineel Berlijnsblauw gerestaureerde museumlok 1202. Die momenteel in het Spoorwegmuseum in Utrecht staat.